La 33 vragen wat zij voor lekkerste eten vinden hier zo. What do you like to eat? What is really Colombian food? Okay, we had a lot of different kinds of food. It depends the region of the country. I'm from the central part of the country. The typical food is ajiaco. It's a kind of soup with chicken, three kinds of potatoes, a plant. Kibbeling? I don't know what it is. It's a sort of fish. It's a really Dutch fish. I have never tried that. So. You've never tried it, so you want to go with me? We are going to eat kibbeling. We have Dutch food. Is it really food? Really food. Bij Festival Mondial is veel muziek. En bij muziek wordt er gedanst. Ik ga leren dansen. Heeft nou een beetje potentie? Gaat het hem het lukken? Een echte danser worden? Ik steun goede doelen. Ik zie Dave ook als een goed doel, dus ik zal hem steunen en ik zeg ja, hij heeft potentie. Dansen kent vele vormen. Capoeira is daar één van. Een mengeling tussen dansen en vechten. Ik hoop niet dat ik dadelijk hier beland. Een workshop capoeira. Ik heb net ook een beetje meegedaan. Ja, maar waar komt het vandaan eigenlijk? Nou, het komt oorspronkelijk uit Brazilië. En daar is het eigenlijk ontstaan, nog gemiddeld 400 jaar geleden. Ten tijde van de slavernij. Nou, de slaven mochten toen de tijd niet leren te vechten. Dus bedachten ze eigenlijk een soort dans. Zodat eigenlijk de opzichters, de bazen eigenlijk gewoon dachten, oh ja, ze zijn een beetje aan het dansen. Terwijl ze eigenlijk in werkelijkheid ook vochten. Wat je nou net hebt gedaan, dat was de Jinga. Dat is eigenlijk de beginbasis. Wat heb ik dan voor de Jinga gedaan? Eigenlijk gewoon puur de warming-up heb je net al gedaan. Dus alleen de warming-up? Dat was alleen de warming-up. Oh, dat hoort niet bij de capoeira zelf? Hoort ook bij de capoeira, maar we hebben gewoon een hele goede warming-up nodig. Want doe je dat niet, dan heb je heel veel kans op blessures. Oké. Denk ik net de capoeira te doen, dus was het alleen de warming-up. Beetje jammer.